Hoi! Het is weer tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand. En ik heb het in december overgeslagen. Of nou ja, in januari. Dus zeg maar voor december. Nu favorieten van januari. Maar mijn favorieten voor december heb ik niet gedaan. Omdat ik al mijn favoriete filmpje voor het hele jaar had. De VT Beauty Awards. Dus dat doe ik nu een beetje samen. Een beetje december en januari samen. Omdat ja, ik vond het toen een beetje dubbel op om en die awards te doen. En dan nog de favorieten van december. Dus dat heb ik toen achterwege gelaten. Maar ja, natuurlijk in deze tijd van het jaar, ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik heb nu dat eigenlijk de leukste beautyproducten er zijn. Omdat, nee, je hebt natuurlijk je producten van kerst en je hebt misschien nog wat leuke dingen in de sale kunnen kopen van mooie kerstcollecties. Kerstcollecties, ja, vind ik echt super. Maar de lentecollecties zijn ook al te koop. En lentecollecties vind ik ook heel erg mooi. Het zijn veel wat frisser, dan krijg je echt zin in de zomer. Dus ik vind die mix van die twee echt perfect. Dus nu heb ik echt een heleboel een heleboel mooie spulletjes waaruit ik moest kiezen, dus dat was wel even lastig. Maar ik heb een selectie gemaakt, dus laten we snel beginnen. Ik begin met, het kon natuurlijk niet ontbreken, het Urban Decay Book of Shadows. Nummer 5 is dit van afgelopen jaar. Hij is gewoon echt ontzettend mooi en hoewel als je hem een tijdje hebt dat je wel gaat beseffen van ja, dit is heel erg tof, maar totaal overbodig. Zijn de oogschaduwkleuren alsnog echt super. Echt heel fijn in gebruik. Combinatie is heel erg mooi. En goede pigmentatie. Dus ik ben hoe dan ook echt heel erg tevreden over dit palet. Ik vind hem echt onwijs mooi. Hij neemt al heel veel plek in beslag. Is echt niet handig. Maar ja, het is wel heel erg mooi weer. Nou ja, ik bedoel, ik had het over dat ik net zei dat het heel erg mooi is. De oogschaduwen zijn heel erg mooi. Maar de verpakking zelf onhandig. Maar ook heel erg mooi. Dus het ligt sowieso heel erg mooi. Heel erg mooi. Het ligt er gewoon sowieso heel tof bij in je stash. Dus hier ben ik echt heel tevreden over. En ik ben nu al heel erg benieuwd naar hoe het Book of Shadows voor 2012 eruit gaat zien. Dan heb ik dit Too Faced. De Bronze en de Beautiful paletje. En sinds ik hem heb gebruik ik hem onwijs veel. En het ziet er niet alleen heel erg leuk uit. Maar het is ook heel erg handig. Want je hebt hierin 4 kleuren bronzer. Eentje om te shapen. Een matte, een highlighter. En dan nog een winter bronzer en een zomer bronzer. Nou, echt super. Het enige nadeel van de paletje vind ik wel dat de kleuren heel erg gepigmenteerd zijn. Dat ik echt heel erg moet uitkijken dat ik niet te veel aanbreng. En dat het nog wel eens wil gebeuren. En dan moet ik weer met andere poeder eroverheen. En nou, dat is een beetje risky. Maar alsnog super mooi. Ik ben echt heel erg blij mee. Want ik zat te twijfelen of ik hem over een bronzer van Too Faced wilde kopen. Want ja, bronzers van Too Faced staan erom bekend dat ze heel mooi zijn. Zag ik dit paletje, heb ik er gelijk 4. Dus nou, helemaal goed. Ben ik super tevreden over ook. Dan, dus ik even te kijken, heb ik deze oogschaduwpaletjes van Catrice. En ik vind deze ook echt heel erg mooi. Helaas zijn dit de discontinued paletjes. Dus deze gaan uit de collectie. Maar als er nieuwe producten in de collectie zijn, wil ik ook zeker even kijken naar nieuwe paletjes. En daar wat van gaan testen. Dit is Go Green Take Me. En dit is de Seasons Must Have, nummer 20 en nummer 10. En dit is gewoon een tintje. Een paletje met heel erg mooie blauw tinten. En deze is wat neutraler met taupe en nude kleuren en groen, paars. Dus heel erg tof. Iets anders voor de ogen. Ook budget. Oeh, oeh. zijn de Essence Crystallized Glitters. En ik heb ze allebei meegenomen uit de Limited Edition collectie, crystallized en echt super mooi. Dit is een beetje een zachte gele en dit is een grijze glitter. Ik vind het onwijs tof, waren heel goed te betalen en ja, ik ben dol op glitter. Dus ik dacht, oh yes, die moet ik meenemen. Die gaan zeker nog wel van pas komen. De eyeliner die ik momenteel heel veel gebruik is deze Rimmel Exaggerate Eyeliner van Rimmel, ja. Dit is gewoon een fijne vloeibare eyeliner met een filled tip. Dus eigenlijk gewoon een soort stiftachtig kwastje, maar wel heel zacht. Dus je kan er heel makkelijk en vloeiend mee werken.
En ja, met echt een hele mooie, matte, diepzwarte eyeliner. Ik vind hem heel erg tof. Ja, niet altijd diepzwart. Soms moet ik nog even een extra lijntje aanbrengen, omdat het dan niet helemaal bedekt. Maar over het algemeen vind ik hem echt super. Ik ben hier echt blij mee. Dus gebruik ik nu veel. Dan heb ik nu ook op mijn lippen is de Makeup Store Lip Gloss Pot in Wow. En dit lijkt op een lippalsem. Het verzorgt ook als een lippalsem, maar het is toch een gloss omdat het wel veel kleur geeft. En Wow is een heel apart, een beetje Lady Gaga Gaga Viva Glam. Je weet wel van MAC. Die is een hele mooie roze lipstick. Lijkt iets een beetje op, alleen gaat iets meer de paarse kant op. En die vind ik echt heel erg mooi. Het zit in een potje. Is niet zo hygiënisch, maar ik vind het wel leuk voor de afwisseling eigenlijk. Dat ik toch denk van, oh ja, de pot van... de pot. Het potje van Mus. Even pakken. Mus Makeup Store dus. Hier wil ik echt meer kleuren van. Dat vind ik echt heel erg tof. Dan heb ik nog twee lipglosses. Van MAC. En dit zijn limited editions. Maar ze zitten volgens mij ook in de reguliere collectie. Volgens mij wel. Ik durf het niet heel zeker te zeggen. Het is een cream sheen glass en een dazzle glass. En deze is, de cream sheen glass is vooral met een kleur. Hele mooie zachte koraaltint. Ik vind hem echt tof. En dit is de kleur richer, lusher. En de dazzle glass is vooral heel glitterig. En ook in een koraalkleur. Ze matchen ook perfect bij elkaar. En dit is Eurobeat. En ze komen allebei uit de MAC kerstcollectie. Glitter and Ice heette die volgens mij. Of Ice Parade. Super mooi. Dan twee lipbalsempjes. Ik heb deze in de sale kunnen kopen bij de Body Shop. Born Lippies waren nu 2 euro per stuk. Volgens mij kosten ze normaal zo'n 7 euro. En ze zijn heerlijk, ontzettend fruitig. Je wilt ze echt opeten. Dit is een aardbeigeur en dit is pink guava. En nou, ik heb deze nog niet eens gebruikt. Ik ben er nog niet naartoe gekomen. Maar de aardbei wel. En de aardbei vind ik echt heerlijk. Ja, de sales volgens mij afgelopen bij de Body Shop. Wel weet ik, ze zijn er volgens mij nog wel. En anders met een nieuwe verpakking. Want ze krijgen een andere verpakking. Daarom waren deze ook in de aanbieding. Dus ga even kijken. Je weet het niet. Echt heerlijk. Als laatste heb ik een parfum. Dit is Van Cacharelle Scarlet. En ik vind niet alleen het flacon heel erg mooi. Ik heb vooral veel gouden parfums, zeg maar. Dus met een gele vloeistof erin. En dan dat het flacon ook vrij goud is. En deze valt er echt op, omdat deze wit is. Onderkant is roze. En ja, dit is eigenlijk een grote plastic dop. En dat ziet er echt heel tof uit. En dat kun je eraf halen en dan heb je dit flesje. En nou ja, heel cute. Ik heb het kleinste formaat volgens mij. Dit is 35 milliliter, maar hij ziet er ja, best wel groot uit. Je doet er toch wel lang mee. Ik heb hem al aardig wat gebruikt, maar ja, het lijkt bijna alsof er niks uit is. En nou, dat vind ik echt een super lekker zoetgeurtje. Vooral voor de lente al een beetje, om een beetje in die sfeer te raken, is dit echt een perfect parfum. Ik kan hem echt aanraden. Ik ben hier heel tevreden over. Ik vind hem erg lekker. Dat was het dan weer. Mijn favoriete filmpje van januari. Ja, dit waren echt weer mijn allerfijnste producten. En ik ben ja, weer heel erg veel aan het testen. Dus ik heb alweer zin om mijn volgende filmpje op te nemen. Ik hoor heel graag wat jullie van dit filmpje vonden. En ook hoor ik graag weer wat jullie favorieten zijn. Of dat je misschien nog producten hebt gezien in de winkel. Of je denkt, oh Vera, wil je die even testen? Dat hoor ik allemaal graag. Zoals gewoonlijk natuurlijk. Aanvragen ook voor andere filmpjes hoor ik ook graag. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!